Deze morgen zei een van die werknemers tegen mij, wij krijgen de oorlog 4 keer doorgerekend. Aan de pomp, bij de energie, als ik naar de winkel ga en nu in het beste geval een technische werkloosheid en niet mijn loon doorbetaald krijgen. Op dit eigenste ogenblik is er een ondernemingsraad bezig bij Eurochem. 400 werknemers die al bijna een week angstig aan het wachten zijn op nieuws. 400 werknemers die elke dag gaan werken, geen productie maken en niet weten als ze vandaag en volgende week nog loon gaan krijgen. Meneer de minister, de reden daarvoor zijn de Europese sancties. De Europese sancties tegen die oligarchen. Maar laat nu net deze rekeningen de lonen mee betaald worden. De lonen mee betaald worden van deze werknemers. En wat zeggen de mensen, de vakbonden? Ze kijken naar de overheid. En wat doet de overheid op dit moment? Niks. Niks. U geeft geen antwoorden en laat hun een ongewisse. Het ligt aan jullie. Het ligt aan jullie voor oplossingen te bieden voor deze mensen. Hoe gaat de regering ervoor zorgen dat de mensen bij Eurochem eindelijk hun loon gaan doorbetaald krijgen? Wat kan er gebeuren voor de productie te garanderen? En is het een optie als overheid om het bedrijf tijdelijk al dan niet blijvend over te nemen? Vandaag hebben we ook, als u weet, beslist om het systeem van tijdelijke werkloosheid weg ons overmacht uit te breiden voor alle bedrijven die geconfronteerd worden met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Meneer de minister, technische werkloosheid. Eerst heette dat COVID-werkloosheid en nu gaat dat Oekraïne-werkloosheid heten. Is dit de oplossing voor zo'n mensen bij te staan? Voor beslissingen die van hoger hand worden genomen? Deze morgen zei een van die werknemers tegen mij, wij krijgen de oorlog 4 keer doorgerekend. Aan de pomp, bij de energie, als ik naar de winkel ga en nu in het beste geval een technische werkloosheid en niet een loon doorbetaald krijgen. Meneer de minister, laat even duidelijk zijn. Het is een winstgevend bedrijf. Een heel groot bedrijf die een enorme meerwaarde heeft in de voedselproductie. Neem uw verantwoordelijkheid en kijk daarna voor dit bedrijf tijdelijk al dan niet blijvend over te nemen.